Geachte aanwezigen, de stelling God is dood, de mens is God geworden, is een stelling met twee premissen. Enerzijds God is dood, anderzijds de mens is God geworden. En deze stelling suggereert, hoewel niet strikt taalkundig onderbouwd, een logica. Een oorzaak en een gevolg tussen het een en het ander. En deze logica lijkt in eerste instantie één kant uit te redeneren en wel als volgt. Omdat God dood is, is de mens God geworden. Opgestaan is plaatsvergaan, zo te zeggen. Maar bij nader inzien zal het u opvallen dat deze logica ook de andere kant op kan redeneren. De stelling God is dood, de mens is God geworden, kan ook verstaan worden als omdat de mens God is geworden, is God dood. Er kan er maar één voor God spelen. Of God, of precies. Wetenschappelijk gesproken is er natuurlijk de vraag of God überhaupt bestaan heeft. Nou, strikt wetenschappelijk gesproken is deze vraag zeer eenvoudig te beantwoorden. Nee, er is geen enkele wetenschappelijke bestaansgod voor een God. Ergo, hij heeft nooit bestaan en wat niet bestaat, kan ook niet doodgaan. Einde stelling. Maar wij onderkennen de behoefte van de eerste mens aan een verklarend principe voor alles wat er ontstaan is, voor het ontstaan van de aarde. En we begrijpen ook best dat toen de wetenschap nog niet bestond, dat wil zeggen het verklarend en analytisch vermogen, de mens God zo lang heeft uitgevonden om de raadsels van de natuur te kunnen verklaren. God was en is in feite een verzamelnaam voor alles wat wij niet begrijpen. Wat we niet begrepen. Maar de mens heeft beetje bij beetje zijn verstand gescherpt en is op zoek gegaan naar logische verklaringen voor de raadsels en de geheimen van de natuur. En die heeft hij aan de hand genomen door de wetenschap gevonden. Stap voor stap hebben wij leren begrijpen dat de mens niet op een bepaalde dag gemaakt is uit een stuk klei. Of uit de rib van iemand anders, of door een reuzenkraai naar beneden geworpen, of gebaard door een oerwalvis, of gestold uit de hete adem van de vulkaanmoeder. Nee, wij weten dat de mens zich gedurende miljarden jaren stukje bij beetje via logische weg en strikt volgens de wetten van de natuur heeft geëvolueerd tot wat hij nu is. De wetenschap, ja, wij weten trouwens ook dat de bliksem niet de vuurspatten zijn van een of andere woedende god die uit razernij de wolken tegen elkaar smijt, maar dat de bliksem het resultaat is van grote hoeveelheden geïoniseerde waterstofdeeltjes. Wij weten waarom de zee zout is. Het gasgroen. Een steen naar beneden valt, maar de hemel niet. De wetenschap heeft de natuur in al haar geheimen overmeesterd, bedwongen, in haar greep. En de natuur, wat kan die meer doen dan haar meerdere erkennen? Klopt af, geeft zich over aan de wetenschap. Tijd voor iets nieuws. Iets totaal nieuws. De herschepping van de natuur. Wij staan op de drempel van een revolutie die de wereld binnen nu en 100 jaar onherkenbaar zal doen veranderen. Zei ik 100? Nou, zeg maar 50. Als het al niet nog sneller gaat. Wat wij tot nu toe gecreëerd hebben zal kinderspel blijken bij wat wij de komende decennia zullen gaan creëren. De ontwikkeling van onze kennis is in een duizelingwekkende snelheid terechtgekomen. Ontdekkingen die vroeger eeuwen nodig hadden om ontdekt te worden, zijn en worden door de aard en de snelheid van onze kennis niet meer dan ons dagelijks werk. Wat gisteren werd uitgevonden, wordt morgen toegepast en leidt overmorgen al tot nieuwe creaties waar wij vandaag de dag alleen nog maar van kunnen dromen. We staan op de drempel van een nieuwe tijd. De mens als goddelijke schepper van zijn eigen universum. En geen doods, zichzelf eindeloos herhalend universum. Nee, een nieuw, creatief en zichzelf steeds opnieuw uitvindend universum. Waarom genoegen nemen met een appel en een ei, als er nog zoveel meer te ontdekken valt? We moeten er toch niet aan denken dat de wereld om ons heen in sneltreinvaart verandert en dat wij hier over 100 jaar nog steeds komkommers staan te plukken? Nee, de tijd is rijp. Meer dan rijp.
voor nieuwe creaties van de natuur. De tomaatbij, de komkiwi, de sinaperkers, de augortelgion, de paprijvie, de cousineknofpel, dat soort vingeroefeningen. Wie denkt dat er over 15 jaar nog steeds koeien in de wei lopen? Nou, is mis. Helemaal mis. Tegen die tijd zijn wij al lang toe aan de tweede generatie koewips. Boter, kaas en eieren als product van één en hetzelfde beest. Kan het natuurlijker. De koewip is een simpele, maar doeltreffende kruising tussen een koe en een kip. En deze koewip is de voorloper van de eerste generatie koeipapen. Mensen, waarom nog langer sukkelen met een koe die melk geeft, een kip die eieren legt en een schaap dat wol opbrengt, terwijl het een koud kunstje is om een nieuw dier te ontwerpen dat alle drie deze functies tegelijkertijd beheerst. En het kan! Waarom niet? De mens heeft van elk dier afzonderlijk tot in de kleinste details inzicht in het genetisch materiaal. Dan is het toch een koud kunstje om een nieuwe samenstelling te ontwikkelen voor het koekipschaap, oftewel de koeipaap. Stelt u zich eens voor, elke ochtend om 7:30 15 eieren, om 8:30 en om 6:30 60 liter melk en 2 keer per jaar 1,5 kuub wol. Genetische manipulatie? Hoezo genetische manipulatie? Wat nou genetische manipulatie? Wij manipuleren niet, wij vinden uit, wij scheppen, wij creëren. Maar nee, er zijn altijd van die scherpslijpers die roepen manipulatie. Alsof wij in het donker stiekem stoute dingen zitten te doen. Alsof wij te kleine kinderen voor te grote mensen zaken achter het schuurtje stiekem staan te roken. Wij, wetenschappers worden door dat soort pseudo-natuurromantici afgeschilderd als vieze oude mannen die stiekem vieze dingen staan te doen met de jonge meisjes. Manipulatie. Ze manipuleren zelf door de vrije en zuivere scheppingskracht van de wetenschap te bezoedelen met dat woord manipulatie. Dat woord is toch helemaal niet meer van deze tijd, zeg. Afslag gemist. Wij hebben de zaken allang overgenomen. God is dood. De mens is God geworden. Oh, sorry. Neem me niet kwalijk. Excuus. Ja, we zijn natuurlijk niet allemaal van die hemelbestormers. Ja, excuus. Waar waren we gebleven? De eerste generatie koeipapen. Nou, dat is alweer oud nieuws. We gaan verder. Manipulatie. Totaal achterhaald begrip. Daar staan we toch zeker ver boven, zegt de wetenschap creëert. Ja, zoals u weet, allemaal, denk ik dat u wel weet dat wij de middelen en de kennis hebben om uit de onuitputtelijke hoeveelheid genetisch materiaal van onze laboratoria een nieuwe mens te creëren en te scheppen. Hoezo? Eitje, zaadje, mannetje, vrouwtje, geslachtsgemeenschap. Ouderwets een moeilijk gedoe. Overbodig achterkamertjeswerk. Over pakweg 30 jaar heeft niemand het daar nog meer over. Laat staan wat het is, copulatie. Laat staan hoe het moet. Nou, opgeruimd staat netjes. Maar zoals ik al zei, niets nieuws onder de zon. Dit klinkt u toch allemaal bekend in de oren, toch? Ja. Maar ik zoek verder. Dit is een kweek van een fusie van hartcellen van een werkmier, een cactus en een eerste klas mens. Hoezo langer denken in verouderde patronen van gescheiden werelden? Hoezo plant? Hoezo beest? Hoezo mens? Zo denk ik al lang niet meer. Ik denk in functies, kwaliteiten, mogelijkheden. Stelt u zich eens voor. De unieke kwaliteiten van een eerste klas mens vermengd met die van een werkmier en een cactus. Deze fusie van hartcellen
zal eerste klas mensen voortbrengen met de werklust van mieren en de levensduur van een cactus. Dit betekent een generatie mensen die 3 tot 4 keer per dag meer kunnen produceren dan de huidige. En dat voor minstens 200 jaar lang. Eerste klas, tel uit uw winst. Deze kweek is 6 dagen oud. De celsplitsing is op dit moment geometraal. Dat betekent dat elke cel zich binnen de seconde uitsplitst tot de 7e macht. Het is in deze fase al niet meer te onderscheiden uit welke originele cellen de nieuwe cellen zijn opgebouwd. Dat betekent dat we nu al te maken hebben met een volstrekt individueel, een nieuw hart. Binnen 4 weken zal het proces van de celsplitsing zijn afgerond. En ben ik in het bezit van een levensvatbaar, nieuw en uniek hart. Het eerste hart van de miercactusmens. Oftewel, de mythesmens. En als het hart er eenmaal is, dan is de rest kinderspel. Wist u trouwens dat een mossel 400 jaar oud kan worden? Een levende spons zo'n 1550 jaar oud? En dat er in het diepst van de oceaan kwalsoorten bestaan die het oneindige leven bezitten? Het eeuwige leven. Begrijpt u wat ik bedoel? Niets is onmogelijk. Leven de konkiwi. De koewip, de koeipaap, de mythesmens, de menskwalgod. Hoera!